Het Dien de Logger Festival in Vlaardingen wordt omgeven door één lijn van bijna 4000 meter. Met eraan allemaal handgeschilderde wimpels. Bedoeld om het wereldrecord langs de vlaglijn te vestigen. En geen regenbui houdt de organisatie tegen. De vlaggetjes worden misschien iets zwaarder. Dus het kan zijn dat ze iets lager komen te hangen uiteindelijk. Dat is eigenlijk het enige nadeel. Nou, wacht maar eens af. De man in de hoogwerker heeft andere ervaringen met al die vlaggetjes. Beschilderd door Vlaardingse schoolkinderen. Totaal 5226 kinderen. Alleen sommige scholen hebben verf gebruikt, andere scholen hebben stiften gebruikt. En er zijn ook scholen die hebben zeg maar, geen watervaste verf gebruikt. En wat nu nog een verregende bedoeling lijkt, is vanavond één bruisend feestterrein. En zolang de verf het houdt, komt het wereldrecord er ook wel. Met die langste vlaggenlijn. Maar we gaan er ook al los weer van de wind. Ja, het is toch wel een gedoe, hè, met dit weer. Had u zelf ook graag een vlaggetje gemaakt? Nou ja, ik had wel meegedaan als ze het gevraagd hadden. Had u gewoon zelf vingerverven en zo? Ja, we schilderen ook dus, kaarten en zo. Ondertussen staan de vlaggenophangers voor een risicovolle uitdaging. Ja, we moeten natuurlijk aaneengesloten vlaggenlijn houden. En we hebben hier een spoorwegovergang. Ja, we hebben het met ProRail over gehad. Die vond het niet zo'n goed plan als we daar overheen gingen. Dus maar het is een brug, dus we kunnen er ook onderdoor. Alleen nog een allerlaatste check boven in de lantaarnpaal. Die weet maar nooit. En? Die gaat hem dit weekend wel houden. Mooi, dat record gaan ze halen. En het feest in Vlaardingen kan beginnen.